Goedendag. Kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Gisteravond en afgelopen nacht behoorlijke onweersbuien gehad. Was op sommige plaatsen een ware lichtshow. En ook vanochtend begon de dag in het westen weer met onweer. De buien trekken langzaam van het westen naar het oosten van het land. Maar in het zuidoosten en oosten schijnt eerst nog flink de zon en dan loopt de temperatuur op. Uiteindelijk vanmiddag dus de meeste buien de oostelijke helft van het land. En dan is juist in het westen droog. Aan de westkust neemt de wind uit het zuidwesten dan wel toe naar winkracht 5, misschien windkracht 6. Daardoor op de stranden temperaturen van 22 graden. In Twente, langs de oostgrens, kan het 29 of 30 graden worden. Vanavond op de meeste plaatsen droog en bij geregeld zon is het dan een graad of 21. En dat zijn ook de temperaturen die we morgenmiddag hebben. Morgenochtend nog wat wolkenvelden en een enkel buitje, maar morgenmiddag breekt of steeds meer plaatsen de zon door. Meeste zon morgen in het noorden: 20 tot 22 graden. Wind is vrij rustig. Vanaf dinsdag krijgen we opnieuw fraai zomerweer. Flinke zonnige periode. En van dinsdag tot en met vrijdag blijft het waarschijnlijk overal droog. Temperatuur gaat ook weer omhoog. Dinsdag nog onder de 25 graden. Maar woensdag en donderdag komen we op veel plaatsen weer boven de 25 graden uit. De zomer gaat voorlopig dus nog niet weg. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.